Hoi allemaal, welkom bij weer een nieuwe vlog. Ik weet, het is weer een hele lange tijd geleden dat ik een vlog heb opgenomen. Maar dat kwam omdat ik zelf vond dat ik niet zo echt iets leuks had te delen of zo. Ik ging alleen maar werken, voor de rest was ik thuis en ik ging gewoon naar de stad en zwemmen en zo. Ja, dat vond ik niet zo interessant voor jullie om te zien of zo. Of ja, ik weet niet. Ik vond het niet leuk om te vloggen. In ieder geval, ik ben al sinds 9:15 al wakker. En ik zit op bed. Achter mijn laptop. Want ik had van 9 tot 10:30 had ik een online les. En nu heb ik van 10:30 tot 11:30 een online les. Ja, ik ben aan het wachten tot mijn docent gaat bellen. En dan gaan we zien wat er gaat gebeuren. Wat ga ik vandaag nog meer doen? Ik heb om 2:00 al mijn tweede rijles alweer. Ik had vorige week maandag mijn eerste rijles. Ben ik vergeten te vloggen helaas. Dus bij deze ga ik laten zien met ja, welke rijschool, denk ik. Ja, rijschool ik rij en zo. En ja, mijn moeder die gaat nog wat filmpjes en foto's maken. Dus dat bewerk ik dan in de vlog. En dan kunnen jullie het ook zien. Ik ga het ook op mijn Insta delen. Mijn moeder heeft het ook gedeeld, dus daar kunnen jullie het ook zien. Dus ik hoop dat jullie het leuk gaan vinden. Ja, zoals jullie zo vorige snap ook zagen, die ik heb bijgewerkt in de vlog. De vergadering duurde maar echt 2 minuten of zo. De docent heeft echt alleen maar uitgelegd dat we een PowerPoint moesten bekijken en dan de opdrachten moesten maken. Dan denk ik bij mezelf, ja, je had het ook beter even in de chat kunnen zetten. Maar ja, docent hè, die kan er helemaal niks aan doen. Ik ga me nu even omkleden en naar beneden wat eten, want ik heb echt super honger. Want ik ben al een tijdje wakker. Zoals je ook aan mijn ogen kunt zien. Ik heb echt slecht geslapen. Ja, niks aan te doen. We moeten gewoon door. Dus ik ga even kijken wat zij aan het doen is. Want zij lag te slapen. En dan ga ik wat eten. Oké, outfit of the day. Ik heb deze bodysuit van Taco Fashion aan. En deze grijze joggingbroek van Bristol. Als sieraden mijn oorbel die ik altijd in heb. Scrunchy. En mijn horloge. Alleen, ik kan hem niet vinden, want ik weet niet waar ik hem heb gelaten. Maar ik denk dat hij waarschijnlijk beneden is. Alleen, ik heb echt mijn hele kamer doorgezocht, maar I don't know. Maar ik ga even beneden kijken. Kijk eens wie er wakker is geworden. Hi, schatje. Hi. Ben jij wakker geworden? Gaan wij wat eten met jou? Ja. Gaan wij aankleden? Nou, dit wordt ons outfitje. Deze mooie truitje. En daaronder een lekker joggingbroekje, want we zijn toch thuis. Ja. En deze dikke sokjes. Dan gaan we haar lekker omkleden. Ja. Nou, daar ben ik weer. Het is 2:05. Maar ik werd net door mijn rijinstructeur. Volgens mij is dat zo. Anyways, ik werd door haar gebeld. En ze zei van dat de auto in de garage is. Dat er wat mis mee was. Dat we dus wat later gaan beginnen. Nou, dan wou ik net mijn schoenen aandoen en gaan wachten. Tot ik weer terug naar binnen ging. Maar ja, niks aan te doen. Wat ik in de tussentijd heb gedaan, ja, ik heb een beetje opgeruimd en zo. Een beetje mijn laptop huiswerk gemaakt. En die is ook bijna leeg, dus die ga ik even aan de oplader doen. Ik neem altijd zo'n klein tasje mee. En daar zit dan, wacht even,
Of course mijn mondkapje in. Paspoort en dit kleine, ik doe het even zo, boekje, laat maar zeggen. Trouwens, Marije structureert Christa. Van, ik krijg les van Rem en Go. En dit is zo'n kaartje met waarop staat van wat ik allemaal krijg te leren. En dit is onze afsprakenkaart. Dan kan ik bijhouden van ja, wanneer en hoe laat ik les heb gehad en zo. En of course, mijn zonnebril. En dan neem ik gewoon zo'n klein tasje. En dan doe ik nog mijn telefoon er nog in. Want het is niet handig om die op zak te hebben thuis te rijden. Dus dat is een beetje wat ik meeneem. Dus ik ga nu mijn laptop en oplader doen. En dan wachten totdat ik weer gebeld word. Want ze zou me bellen als ze onderweg was. En ja, dan ben ik benieuwd hoe laat we gaan rijden. En wanneer ze komt. We gaan het allemaal samen zien. Nou, het verwachte telefoontje is gekomen. Ik heb mijn haar vast. Tas. En ik ga nu heel snel naar beneden mijn schoenen trekken. En dan komen er hierna nog wat beelden en foto's. Ik champagne in Saint-Tropez. Harbour Club, Aston Martin. Hier de sleutels, felle parking. Fruit de mer avec grand dessert. Champagne op mijn haute couture. 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 Champagne op mijn haute couture, champagne op mijn haute couture. Concretion, high fashion. Concretion, high fashion. Concretion, high fashion. Concretion, high fashion. Deze is voor alle haters. Maak je niet zo dik, je bent al bol genoeg. En voor al mijn lovers en vriendinnen. Neem ruim, neem ruim. Love you all. Champagne op mijn haute couture. 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 Nou, zoals jullie kunnen zien, geef ik hier Alia haar avondeten. Normaal gesproken gaat het niet zo makkelijk als jullie hier zien. Want normaal is ze nog afgeleid en kijk ze van alle kanten op en kan ik haar haar eten niet geven. Maar hier ging het best wel makkelijk. Hey, daar ben ik weer. Het is vandaag donderdag en het is al 3:30. Ik had vandaag school tot 2:00. Van 11:30 tot 2:00 met 2 lessen. Hebben jullie ook wel hiervoor in de snap dingetjes gezien wat ik heb gedeeld in de vlog. Ik ben nu thuis. Alleen. Want mijn ouders zijn even weg met de kleine.
Mijn broertje is weer met een vriendje van hem weg. En ik ben even alleen thuis. Want vanochtend, ik hoorde net naar school te lopen. Ik stond echt letterlijk voor de deur. Ik stond op het punt om naar binnen te gaan. En opeens werd ik gebeld door mijn werk. Ze zegt van ja, kun je vanavond om 5 uur werken, want we hebben een zieke. Ik zeg prima. Dus ik heb hier mijn laptop gezet met muziek aan. En ik ga nu even koken. Want zoals ik al zei, het is 4:30. Ik moet om 5 uur beginnen. Dus ik ga even snel voor mezelf koken. En de rest laat ik dan voor mijn ouders en mijn broertje over dat zij dat later kunnen eten. En dan ga ik naar werk. Ik moet tot 7:30 werken. Dus weer 2,5 uurtjes. Maar dat maakt niet uit. Heb ik wat te doen tenminste vanavond. Ik weet niet of ik vanavond ga trainen. Maar dat zie ik als ik weer terug ben van werk. Of ik vanavond kan gaan. Maar dat zien we dan wel. Dus voordat ik het vergeet, laat ik ook nog even mijn outfit of the day zien. Ik had dit jurkje van Reinders aan. Heel lang rood. Met zakken aan de zijkanten. En deze fake leren legging eronder met mijn nieuwe laarsjes. Die liggen beneden. Die zal ik zo even laten zien. En als parfum had ik vandaag deze op Ari by Ariana Grande. En gisteren had ik... maandag had ik deze op. Moest even nadenken. En gisteren had ik deze op van Avon. Als je even gaat focussen. Ja, Incandescent. Super lekkere parfum. Ja, zoals jullie zien is mijn spiegel en mijn lampjes al opgehangen. En ik ga binnenkort een room tour, house tour allemaal nog online zetten. Dus dat komt allemaal nog op mijn YouTube kanaal. Als schooltas had ik vandaag deze. Een hele grote wijde tas. Een beetje lege groen. Deze had ik bij de Kruidvat gehaald. Ik zag ze overal, maar ik vond deze toch wel wat mooier en ook wat steviger qua stof. En als laptoptas had ik deze. Zo, dit was dus mijn laptoptas. Hier een beetje van dat holographic, volgens mij. Deze had ik bij de Action gehaald. Ja, mijn moeder had hem bij de Action gehaald. En hij past er ook precies in. Hij is zelfs echt ja, zo'n 1, 2 millimetertjes. Er zit er nog ruimte als die erin zit, mijn laptop. En het is zo. Best wel een... Er zit een dik... Ja, kun je niet zien, maar als je het voelt, er zit echt een dikke schuimlaag erin. Dus je laptop zit echt heel goed beschermd hierin. Dus ik had hem dus hierin gedaan. En deze had ik dus weer in die groene tas van mij gedaan. En als sieraden natuurlijk nog altijd mijn bril... Deze oorbellen en mijn horloge en mijn soorten scrunchie. Ik had zoiets van, nou ja, ik moet maar 2 uurtjes naar school. Dus ik ga het echt heel overdreven van als en nog wat doen. En ik moet zo ook nog werken. Dus ja, het is net als altijd hetzelfde. Hoi, daar zijn we weer. Het is alweer zaterdag. Ik heb niet zoveel gevlogd. Ondanks dat het een weekvlog moest zijn. Maar vergeef het me. Het is mijn eerste weekvlog die ik maak. Auw, niet aan mijn haar trekken. Nee. Nee. Nee, niet aan mijn haar trekken. Dat doet pijn. Anyways. Ik heb... ook niet zoveel gedaan. Dat is ook de reden dat ik niet zoveel heb gevlogd. Want ik was alleen maar met deze kleine dame bezig. Ja. En ik heb... Godver. En ik heb heel veel gewerkt. Dus dat zijn eigenlijk de 2 redenen dat ik niet heb gevlogd. Ik wil nog heel snel voordat ik af ga sluiten haar jurk laten zien. Kijk. Hoe cute! Ik had deze bij de H&M gehaald. Maatje 74. En hij past nog precies. Maar omdat het niet zo lekker weer is, heb ik hem gewoon met zo'n lang mouw shirtje onderaan gedaan. Ik wou hem nog voor mezelf ook halen. Maar kon nergens echt dezelfde vinden. Dus dat vond ik best wel jammer. Maar wie weet dat we hem later, als zij kan lopen, een grotere mate van kunnen nemen allebei. Ja, yeah. Dus ik kijk er overal. En dan naar de telefoon, dan naar mij. Dan daar in de spiegel. Dat is helemaal geweldig.
Maar anyways, hier waren dus mijn eerste weekvlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En te abonneren op ons kanaal, zodat jullie geen vlog van ons missen. En dan zien we jullie weer bij de volgende weekvlog. Zeg maar doei. Handjes klappen. Ja, yeah, applaus. Zeg maar doei. Zeg maar doei, kijkers. Ja. Doei.